Op zondag werd door STD Infinity een brunch verzorgd. De dames hadden op de broodjes en de koffiekoeken na alles zelf gemaakt. Goedemiddag allemaal. Wij vinden het heel fijn dat jullie allemaal op onze brunch zijn gekomen. Wij hopen dat het alles lekker voor mij is en dat het niet voor alles lekker is. Zoals u misschien wel gehoord heeft, heten wij tegenwoordig geen Majorette St. Martinus meer. Na meer dan 30 jaar in onderdeel van de muziekvereniging te zijn geweest, werd het tijd voor een nieuwe Majorettengroep. Geheel zelfstandig en met eigentijds karakter. De geboorte van een nieuwe dansvereniging werd een feit. Vanuit de leden werd er gezocht naar een nieuwe naam. De nieuwe naam werd SCD Infinity, waarbij de letters SCD staan voor de Show, Twirl and Dance. Tijdens de brunch gaf STD Infinity ook diverse optredens. De show waarmee ze straks Nederland tijdens de Europese kampioenschappen in Kroatië gaan vertegenwoordigen was op een scherm te zien. Zondagmiddag werd er levend tafelvoetbal gespeeld. 12 teams, waaronder 3 damesteams, streden om de beker en vooral om de eer. In een bloedstollende finale scoorde jonge Nederlands betonboringen de golden goal. De beker blijft dus een 8-maal. S'avonds was het kloekenstoempje in de tent. De DJ's Willem, Adrie en Infectizer warmden de partygangers op. En toen E3 het podium betrapt om zijn hits tegen horen te brengen, was het hele feest compleet.